Yo, dames en heren, lieve kijkbuisvrienden. Zijn we dan? Ja, zijn we weer. Jut en Jul. Jut en Jul, Niels en Niels. Volgende. Ja. Volgende. Ja, afgelopen week hebben wij weer iets bekendgemaakt. Dat wij op de avond voor Hemelvaart heerlijk in Hemels gaan organiseren. Er is eigenlijk best wel veel vragen naar geweest. Wat gaan we nou, wat we nu weer gaan doen? Wat is het nieuwe? Ja. Wat is het nieuwe? Ja, we hebben eigenlijk bedacht om iets totaal anders te gaan doen. Ja, zo zullen we het maar gaan vertellen. Ja, dus eventjes geen bierproeverij, geen wijnproeverij, eventjes totaal wat anders. We gaan bierpakketjes doen, leuke wijnpakketten met een hele mooie aanbieding mogelijk gemaakt door de Topsluiter. Vanmiddag gaan die allemaal online komen in onze webshop www.bester.nl en we gaan bij alle pakketten gaan we kleine, medium, grote, borrelplanken voor vrouwen in samenwerking met Rembrandt. Ja. Kok zit erin verwerkt. Weer allemaal lokale bedrijven erbij betrokken. Gaan we mooie borrelplanken erbij doen. Leuk aan deze keer is je kunt kiezen. Dus je hebt je gevoel. Wil je gewoon een klein borrelplankje in maat? Een klein pakketje. Daar hebben we gekozen om daar een kleine pakketje zomerse bieren te doen. Een andere prijs, maar we hebben ook een heel luxe pakket met alles erom eraan. Warme koude hapjes. En het hele mooie daaraan is, en daarom zou ik hem zelf al bestellen. Daar zit een La Trappe flesje in, die heeft 5 jaar bij. Als er in de kelder gelegen. Ja. Die wilden we eigenlijk dit jaar, omdat we 5 jaar gaan bestaan, wil die in de zaak in gaan brengen. Maar vanwege de corona kunnen we die niet iedereen bieden. Dus in het luxe pakket krijg je alsnog een heel biertje, mooi biertje. 5 jaar gerijpt in de kelder bij de pub. Ieder jaar gedraaid, netjes behandeld door ons personeel. Dat is het luxe pakket. En ja, jullie dan voor de ladies. Ja. Nou, we hebben natuurlijk, zoals jullie gewend zijn van ons, dat we ook weer iets met livestream gaan doen. Maar deze keer hebben wij bedacht om een candlelight concert te gaan presenteren. We zijn nog bezig met een aantal bands, maar we kunnen al 1 band kunnen we al bekendmaken. Dat is Three of a Kind Music. Er zijn een aantal gasten die semi-akoestische muziek gaan spelen. Kijk bij hun op de website threeofakindmusic.nl wat voor repertoire dat ze hebben. Het gaat echt super gaaf worden. Hoe het verder is gaan inkleden gaan we het niet vertalen. Je moet gewoon echt weer gaan kijken. Maar we hebben eigenlijk iets anders bedacht. We hebben iets bedacht om voor de samenleving iets terug te gaan geven. We zijn de afgelopen weken achter het schermen zijn wij heel erg druk bezig geweest om een veiling te gaan opzetten voor het goede doel. Wat houdt daarin? We hebben een aantal leuke items en ik wil ze eigenlijk nog niet allemaal gaan verklappen. Want dat moet een beetje gewoon geheim blijven. Je ziet dadelijk aan, we hebben Hermans en Hermans bereid gevonden om die veiling te komen doen voor ons. Ja. En we gaan dat geld dat vanuit de veiling opgebracht wordt voor die mooie items die we hebben, dat gaat naar de stichting CPO. Dat is voor de Sinterklaas intocht in Boksmeer. Waarom hebben wij dit gedaan? Ik denk dat dit voor iedereen belangrijk is dat dit feest ook aankomend jaar, ondanks waar we in leven in de crisis, toch door zal gaan. De stichting leeft vooral van sponsors, de ondernemers uit het centrum Boksmeer. En welke groep heeft nu juist de klappen gehad, zijn de ondernemers. Dus wij willen een veiling in doen. Wij hopen dat daar een leuk bedrag uit gaat komen. En dat willen we volledig doneren aan de stichting CPO. Zodat hun een mooi startbedrag hebben, zodat het Sinterklaasfeest dit jaar in ieder geval een steentje bijgedragen heeft, dat het door kan gaan. En misschien kunnen we daar ook wel de ondernemers iets mee ontlasten als daar een mooi bedrag uit gaat komen. Ja. Dus dat er minder sponsorgeld dit jaar daarheen hoeft, maar dat we toch het feest hebben zoals we het gewend zijn. Ja, zeker weten. En ook qua veiling items zijn ook allemaal lokale ondernemers die een veilingstuk hebben gedoneerd. Houd de komende dagen echt onze socials in de gaten. We gaan met verschillende prominente Boksmerenaren gaan wij naar die ondernemers toe. Gaan we leuke filmpjes gaan we opnemen. De aankomende weken gaat dagelijks een veilingstuk online komen. Hoe dat verder nog allemaal ingeregeld gaat worden, gaan we ook nog allemaal duidelijk maken. Dus het gaat gewoon echt super gaaf worden. En iets totaal anders dan wat jullie van ons gewend zijn. Dus wij hopen eigenlijk dat jullie gewoon weer in Volle getalen weer komen. Ja, in volle getalen. We gaan het echt allemaal net iets wat beter aanpakken. Die webshop is bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk gekeken naar wat voor iedereen makkelijk is. We hebben nu eens een webshop, je kunt gewoon Ideal meteen betalen. Dus geen tikkies, niet wachten. Voor mij geen appjes van komt die tikkie, komt dat tikkie nog.
Je krijgt ook meteen een factuurtje in je mail dat je dus betaald hebt. Dat factuurtje kun je dadelijk ook meenemen. Dat is meteen bewijs, zeg maar, als je bij ons op de binnenplaats komt kijken. Ik heb dit besteld. Ja. Maakt het voor ons een stukje makkelijker, technisch gezien. Voor de rest, ja, totaal ander iets. Eventjes, geen proeverijen, ja, proeverijen thuis. Ja, proeverijen thuis. Kijk, lekker een avondje ontspannen, ga in de tuin zitten. Ja, we hopen natuurlijk dat het mooi weer is. Lekker samen een avondje thuis. Iedereen is vrij de volgende dag, is het hemelvaart. Ja. Lekker. Gewoon echt een ontspannen avond thuis. Live muziek erbij. Akoestisch, dan wel niet, semi-akoestisch. We gaan voor bands. Nog steeds mogen er bands zijn, leuke bands zeggen: hey, ik wil toch even komen spelen. Meld je aan. Info at het www.pubbesse.nl. Maar het hoeft niet alleen, hoeft niet alleen bands te zijn. Hè? Mogen ook gewoon een duo, zangers zijn. Zanger. Of een duo. Of bij een DJ die iets anders doet dan wat mensen gewend zijn. Neem gewoon even contact met ons op. We zijn altijd zoekende naar bandjes. Dus neem even met een van ons twee contact op. En we gaan gewoon kijken of we je in kunnen plaatsen. Ik denk dat het voor nu gewoon voldoende is. Nogmaals, houd de komende week onze socials in de gaten. Pub Esser, Taste of Smoke of zet het evenement in je agenda. De komende weken gaat dag bij dag bij dag gaat alles bekend worden. Ja, op de veilingstukken zitten echt zwaar, zieke veilingdingen zitten erin. Ook de ondernemers die al zijn eigen al hebben aangemeld bij ons om mee te werken. Iedereen. Een paar proberen, we vergeten niemand. Doe je even Keizer doen mee, Cox, Hermans, Esser, Rembrandt, Zandergraad. Ja, wij Taste Smoke, jullie Pub Esser natuurlijk. Ja, we hebben zoveel mogelijk mensen weer benaderd. Ja. En we hebben, iedereen is weer enthousiast, weer bereid gevonden om mee te gaan werken. Ja. We hebben zelfs de burgemeester bereid gekregen om ook iets te doen. Dus ook heel erg gaaf. Hou de socials in de gaten. Dus hou de socials in de gaten. Ja. Voor nu is dit even voldoende. Houd het in de gaten en tot snel. Tot snel. Hopelijk. Ja. Oké. Oké. Helemaal goed. Doei.